die bal. Ambrose, de vlag blijft omlaag en daar is de goal van de Fransman. Belangrijk moment voor NAC. Hij zit erin. Goed al, het is van binnen. Achterin is daar de bal in de rebound. Als het blijft staan en dan wordt hij weer geklopt geslagen. Nee, Piezot. Maar de rebound is wel voor NAC Breda. En daar zit hij erin en het is geen buitenspel. Korte scoort en NAC leidt in de Kuip. Oh, Jones in de fout, Jones in de fout en dan is het beslist. Mogelijkheid nu en het is raak. Dan haalt die bal achter de doellijn vandaan en het is Korte die scoort. Ja, daar heb je geen horloge voor nodig. Hè? Angelino gaat het ook proberen. Angelino, bal van richting veranderd, die zit erin. Het is één keer raak, één keer mis. En het is nu 2 keer raak, 1 keer mis dit seizoen. Vanaf 11 meter. Nee hoor. Het is 2-0 voor NAC. De tweede penalty benut. Het is beperkt. Toch het schot. En de redding. Nee, de redding niet. Ambrose voor het doel op de bal. Oh, die wordt verkeerd geraakt. En valt dan goed voor Ambrose. En dan zit hij erin. Dat is een goede schietkans en die zit erin. Marcelinho, dat is een